de mogelijkheid zou moeten zijn dat hier, ergens vandaan, hier ondergronds, die gang zou moeten beginnen. En dan in de oostelijke richting naar een bepaalde boerderij waar vroeger, dus in de tijd van de 80-jarige oorlog, mogelijk een klooster heeft gestaan. Hoe groot acht u de mogelijkheid dat er inderdaad een gang is in Vledder? Die mogelijkheid acht ik zeker aanwezig, want als je dus onderzoek doet naar de wreedheden die zijn gebeurd in de 80-jarige oorlog. Het is begonnen met de Beeldenstorm. En toen was dit ook een katholieke kerk. Begonnen in Vlaanderen, daar is het begonnen. En als een olievlek ging dat naar richting Noord-Nederland. We lopen nu naar de boerderij toe, waar de gang, de ondergrondse gang van de kerk naar de boerderij loopt. Wat was dit voor een boerderij? Dit was een boerderij. Daar woonde vroeger hier een boer. Die heette Dirk Frans. Er wordt ook altijd gezegd, de gang loopt naar de boerderij van Dirk Frans. Vanaf deze kant, de zuidelijke kant van de boerderij, de gang richting die kant op gaat, richting de Brink, richting het gemeentehuis. Dit is het gemeentehuis van de voormalige gemeente Vledder. Ten tijde van de 80-jarige oorlog stond dit gebouw natuurlijk niet zo als het er nu staat. Om wat voor reden zou men die gang hebben gegraven? En ja, dan kom ik zelf tot de conclusie dat de 80-jarige oorlog het meest voor de hand liggend is, omdat in die periode Vledder enorm geleden heeft onder het beleg van Steenwijk.